Dag meneer Hiddema, waarom verdedigt u pedofiel Nelson? Dat vinden wij heel schokkend in Nederland, dat u een pedofiel gaat verdedigen die kinderporno heeft op zijn computer. Dit is heel schokkend meneer, wilt u zich even verklaren? Want u werkt voor de FVD, die zouden opkomen voor de Nederlanders en voor de burgers. Ik ben daar jou geen stom woord verschuldigd. Maar waarom verdedigt u Nelson Maat? Moet ik jou vertellen waarom ik mensen ga verdedigen? Nou, ja. Als u pedofielen verdedigt, net als Joris Denning, zegt er ook dat hij onschuldig is. Terwijl we zoveel bewijs hebben, meneer. Theo Hiddema, FVD, Eerste Kamer. Dit kan niet, hoor. Klein beetje daar, hè. Hij verdedigt pedofielen. Pedofielen horen in de gevangenis thuis. Kom maar. Kom maar. Kan jij deze collega... Ja. Strafbaar. U bent strafbaar, Theo Hiddema. We vergeten niet wat u doet, hoor. U komt er niet mee weg. Theo Hiddema verdedigt pedofielen. De politie weet het waarschijnlijk niet eens. Zelfs de media heeft het ook niet gemeld. Theo Hiddema schuldig hoor. Joris Demmink verdedigt. Nelson Maat verdedigt. Heel ernstig dit. Hij wil mij niet te woord staan.